En wij gaan de fitheid challenge doen. Oh my god, jongens, we zijn op vakantie geweest. De tandjes. Ik ben vatsig. Hoi lieve patatjes, leuk dat jullie kijken hier. Oké, knip. Hoi lieve patatjes, leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. Ik ben Sergio. Ik ben René. En wij gaan de fitheid challenge doen. Oh my god, jongens, we zijn op vakantie geweest. De tandjes. Ik ben vatsig. Ik ben echt uitgebuikt. Dat wil je niet weten. Ja. We hebben nergens naar gekeken. We zijn op vakantie geweest en uitgebreid buffet, lekker gegeten overal. Nergens naar gekeken. Maar daar moet een keer een einde aan komen. Want als we zo doorgaan, dan... Je moet gewoon een grens trekken. Precies, daar kun je hem over 3 weken de lift in rollen. Dus daar gaan we iets aan veranderen. Ja. Dus wat gaan we doen? We gaan gezond eten. Gezond eten. We zijn net naar de supermarkt geweest. Dus we hebben super veel lekkere dingen gekocht. Dat gaan we nu even snel laten zien. Alright. Hoe heet die chick ook weer? Leontien. Wat hebben we vandaag in de winkel van Sinkel? We hebben vandaag grapsla met orange. En natuurlijk rucola. Oh, We hebben gewoon veel groentes gekocht. Aubergine, avocado, tomaat, bloemkool, broccoli. Heel goed. Gewoon sla. Verder hebben we vlees. We willen eigenlijk zo min mogelijk koolhydraten gaan eten. Ja, dus geen rijst, geen pasta, geen brood, geen crackers, nee. Geen chips. Vitamine C natuurlijk altijd even goed voor de aanvulling. Wat is dit? Wat is dit? We drinken vooral water. God. Water. Maar als we even trek hebben in een... Ik vind die Slimpy Lemon vind ik zo fucking lekker. Ja, als we even trek hebben in een smaakje, dan doen we er wat suikervrije siroop bij. We hebben thee gekregen. Doe de detox. Voor mij zit er dan ook geen koffie meer in. Want ik drink alleen maar latte macchiato. Dus daar zit natuurlijk best wel veel suikers in. Dus dat wordt voor mij gewoon of thee of heet water. Nou, deed dat al redelijk vaak. Dus geen koffie meer. Nou, we kunnen eventueel een koffie zetten met sojamelk. Dat hebben we vorige keer ook gedaan. Dat was op zich te doen, toch? Ja, dat kunnen we inderdaad doen. Gek genoeg, misschien kan iemand mij vertellen hoe dat komt, want ik ben er nog niet achter. Gaat die een stuk sneller schiften? Dus ik heb vorige keer een latte gemaakt met sojamelk. En toen ging die melk schiften. Ik hoor graag waar dat ligt. Maar, we hebben natuurlijk nog... Gaan we het laten zien? Wat gaan we laten zien? Gaan we het laten zien? Gaan we zo laten zien. Gaan we zo laten zien. Als tweede gaan we de app gaan we doen. Ja, we hebben een fitness app. En daarmee kunnen we onder andere onze buik strakker maken. Ja, wij willen er dan voor kiezen dat we als missie hebben om minder buikvet te hebben. Ja. Het moet natuurlijk overal een beetje minder op een gegeven moment. Ja. Maar ja. Met een beetje geluk gaat dat allemaal slinken. Gaat er geleidelijk aan. Dus ik kan hem even laten zien. Zeker weten. Als jij de camera even pakt, dan pak ik mijn telefoon. Dus. We gaan naar onze telefoon, mijn telefoon. Het heet de Sixpack Challenge in 30 dagen. Je kan in deze... Sorry. Ja? Wil je meedoen? Download hem dan. Oh ja, supergoed. Want wij willen eigenlijk pas over een maand weer terugkomen bij jullie. We zullen wel op Instagram het een en ander posten. Dus volg ons daar in ieder geval, Sergio en René. Wil je zien hoe vastig we er nu uitzien? Ga dus naar Instagram. Want we gaan het niet in dit filmpje, we gaan het je niet te makkelijk laten. We gaan, nee, precies. Maar we vinden dat ik super tof als je ook meedoet en je resultaat aan ons laat zien. Wil je nou echt per se wachten op ons resultaat? Kan dat natuurlijk ook. We doen een recensie. Precies. We hebben de 30 dagen Sixpack Challenge. Super handig. Ik ga even aan deze kant staan. 3 opties. Verlies buikvet, harde buikspieren of gewoon The Rock Sixpack. Alles is 30 dagen. Je kunt, die gaan we even wegdoen. Je kunt, dus je hebt hier de dagen. Er zijn 30 dagen. Hij geeft zelf aan, bij de 4e dag heb je even een pauzedag. Klik je op de dag, zie je alle oefeningen die je dus moet doen. En that's it.
En belangrijk natuurlijk om te vertellen dat hij eerst langzaam aan begint. En hij gaat daarna steeds moeilijker en steeds langer. Ja. Hè? Dat is natuurlijk logisch. Intensiviteit van de workout wordt inderdaad opgevoerd. Het grappige is dat ik deze app al 2 maanden heb en ik krijg elke dag een melding dat ik mijn sixpack oefeningen moet doen. Best grappig. Dus, we gaan het doen. Ik heb er onwijs veel zin in. Ja, we houden het nu heel even kort. Maar hou ons dus in de gaten. En omdat dit echt onze laatste dag ook van de vakantie is, maar ook echt de laatste dag dus voordat we de keihard aan de bak gaan, eten we eerst alles op wat er nog in huis ligt. Verorberen we gewoon. Gewoon. We hebben tiramisu. We hebben nog 2 blokjes chocola. Oh my god. Dat is echt de lekkerste. Te erg. Ben & Jerry's. Ja, sorry jongens, maar het is gewoon. Ja. Sergio die had ook nog ineens trek in een gevulde koek. Vind ik heel lekker. Vind ik echt heel lekker. En deze kregen we er ook vandaag gratis bij. En voor deze dag is dat natuurlijk nog perfect. Dus, maar er zitten ook wel wat suikertjes in. Dus nou. En vandaag eten we nog even als laatste lekkere krieltjes. We hopen dat jullie ons in de gaten houden. We zijn erg benieuwd naar jullie reactie. We hopen op steun. Dus we zien jullie graag natuurlijk hieronder. Vergeet geen like te doen. Even te abonneren. En we zien jullie ook graag op Instagram bij Sergio en René. Voor nu, tot de volgende keer. Wij gaan misselijk naar bed. En hopelijk, jullie zullen ons tussendoor natuurlijk ook wel zien. Maar over 30 dagen laten we jullie het resultaat zien. Ciao, 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 ci